Zo, welkom terug allemaal in de video van vandaag. Zullen we een aantal Fujifilm-lenzen bespreken, de verschillende afkortingen, waar ze voor staan en hoe je lenskeuze kunt maken bij Fujifilm. We gaan daarvoor, dit zijn de lenzen die ik zelf in bezit heb. En je zult zien dat bij Fujifilm op elke lens, aan de hand van die witte letters, verschillende aanduidingen op de lens te vinden zijn. Dus laten we beginnen met de rode letters die er meteen uitspringen. Dus hier staat XF. Er zijn eigenlijk twee categorieën. Je hebt de XF lenzen, die de professionelere, iets duurdere lenzen voorstellen met vaak een wijdere, grotere opening en metaal vervaardigd ook. En dan heb je nog de XC, waarbij dat C voor consumer of compact staat, een van de twee. En die lenzen hebben vaak een kleinere maximale lensopening en zijn vaak ook daardoor lichter, compacter en in plastic uitgevoerd. Of kunststof. Nu, als we verder kijken naar de verschillende aanduidingen op deze lens, dan zie je ook dat hier die 18-55, dat is eigenlijk de brandpuntsafstand. Dit is nu een zoomlens, dus dat betekent dat we een variabele brandpuntsafstand hebben. Van 18 kunnen we naar 23, 35 tot 55. Dus die 18 tot 55 is eigenlijk wat er hier op de lens genoteerd staat. Als we gaan kijken naar een vaste brandpuntsafstand lens, een prime lens, zoals bijvoorbeeld deze hier, dan zien we dat hier 35 mm, dus een brandpuntsafstand, een enkele brandpuntsafstand van 35 mm staat. Het volgende getal is de 1 op 1.4 in dit geval, is de maximale lensopening. En hier is dat 1 maximale lensopening omdat dat een vaste lens is opnieuw. Bij sommige zoomlenzen, zoals deze bijvoorbeeld, hebben we terug een reeks waarbij dat de variabele opening, maximale opening, varieert van 2.8 naar 4. Dus dat is hetgeen dat hier genoteerd staat. En eigenlijk omdat de lens zoomt en in grootte wijzigt, wijzigt ook de verhouding van de lensopening en de brandpuntsafstand. Je hebt dit soort lenzen heb je ook in veel duurder variant, waarbij dat je dan een maximale opening van 2.8 behoudt. En die heb ik zelf niet in mijn bezit. Ik gebruik heel weinig zoomlenzen. Dit is de enige die ik heb bij Fujifilm. Verder staat daar nog de R indicatie en dat staat voor het feit dat er een diafragmaring is. Dus dit hier, de bovenste ring hier, is de focusring. Deze kleine ring. De grote ring hier is de zoomring. En de onderste ring is de diafragmaring. In dit geval zijn er geen aanduidingen van diafragmaantal op de ring zelf, maar je voelt wel de kliks. Je hoort die waarschijnlijk ook. En er is hier een extra knop voor het schakelen van manueel diafragma naar automatisch diafragma. Bij andere lenzen, zoals deze, heb je wel een aanduiding van het momenteel gekozen diafragmaatal. Dus hier 1.4 naar 2, 2.8, 4 enzovoort. En als je deze op automatisch wilt gebruiken, dan moet je naar helemaal tot op het einde naar de A voor de automatische stand. Dus dat is de diafragma voorkeur optie. Dus dan terug bij deze lens de verschillende afkortingen overlopen. Waar we aan de R, dan de LM, staat voor lineaire motor. Is een type inwendige instelmotor die vrij snel en geluidloos werkt. OIS is heel specifiek voor deze lens ook, is optische image stabilization. Die kun je hier ook in- en uitschakelen met een knop. Dus dat is hetgeen dat je hier ziet. En dan heb je nog die 58 mm wat de diameter van deze filterdraad is, dus voor filters te plaatsen. Als we er die lens bij nemen die een pak kleiner is, dan zien we dat de filterdraad hier 43 mm is. Dus hier plaats je 43 mm filters op. Voor de rest op deze lens, we zijn de Super EBC vergeten vermelden. Dat is een type coating. En hier, de lenzen die hier staan, zijn allemaal Super EBC op deze na. Hier is een andere aanduiding van coating, namelijk die Nano, als we nog zo willen focussen ook. Ja, die Nano GI aanduiding. Dus dat is een alternatieve coating. Dus we hadden al gezegd dat we twee groepen hebben, de XF en de XC groepen, waarbij de XC goedkoper en compacter uitgewerkt is en vaak ook minder lichtsterk.
Maar ook binnen die XF-lenzen, dus dit zijn allemaal XF-lenzen, ook daarbinnen is er een onderscheid tussen wat echt professionele lenzen zijn. Dus dat zijn dan bijvoorbeeld deze met een heel grote maximale opening. Deze die ik hier nu bovenaan geplaatst heb. Dit is de 16 mm 1.4, de 35 mm 1.4 en de 56 mm 1.2. Dus dat zijn stuk voor stuk lenzen met een zeer grote wijde lensopening. Die liggen rond de €800 denk ik van aankoopprijs. Enkel deze, omdat dat een standaard lens is, een 35 mm, komt dat min of meer overeen met 15 mm standaard lens. Is goedkoper te produceren, is dus een pak goedkoper dan de andere twee. Dit was de kitlens waar ik eerder al van sprak. Dus de enige zoomlens die ik heb. Je hebt hier ook een duurdere variant van die over de hele lijn 2.8 maximale opening heeft. Dat zou dan binnen die duurdere groep horen. En dan deze prime lens is nog een buitenbeentje, daar heb je ook een aantal varianten van. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met deze lens, een vrij eenvoudig te maken lens, dus niet zo heel duur. Maar ook nog eens minder lichtsterk. Ik zal een aparte video maken rond de verschillen tussen deze twee lenzen, gewoon omdat het op zich wel opmerkelijk is dat je eigenlijk voor deze goedkopere lens bepaalde features krijgt die interessanter zijn dan op die duurdere variant. Voor de rest hebben we zo goed als alle afkortingen gehad. Als ik hier nu nog eens met deze lens overloop bijvoorbeeld, hebben we opnieuw een XF lens 23 mm brandpuntsafstand, maximaal opening f2. R staat voor de diafragmaring, dus deze. WR, dat is een nieuwe afkorting, staat voor weather resistant, dus het feit dat er dat de lens weersbestendig is, en dat slaat dan vooral over een rubber wat hier op te vinden is. En de rest hebben we besproken. Die 16 mm is ook een weather-resistant lens, de andere zijn niet weersbestendig. Zo, bedankt voor die aandacht. Als er vragen zijn, zeker iets achterlaten. En dan hoop ik dat ik die voor jullie kan beantwoorden. Tot de volgende!